Dag allemaal, welkom bij de uitleg over Nederlands in het examenjaar van VBOT. Onderweg naar de eindstreep van het eindexamen werken we zoveel mogelijk zelfstandig. Er is vrijheid om keuzes te maken, we leren en ontdekken samen. Er worden twee voortgangstoetsen gemaakt, er zijn opdrachten met feedback en er is een grondige voorbereiding op het centraal examen. Hier zie je wat er op het programma van toetsing en afsluiting staat. Dit vind je ook terug op It's Learning of op onze site. In periode 1 werken we aan score taalverzorging en begrijpend lezen. Daarnaast lezen we nog voor het fictiedossier. In periode 2 zijn we bezig met oriëntatie, werken en leren, oftewel het profielwerkstuk. En er is een toets van schrijf- en leesvaardigheid. En daarnaast lezen we ook nog. Er is in periode 3 een toets van luister- en kijkvaardigheid. En er is een literair mondeling over de theorie van fictie en het gemaakte fictiedossier. Op maandag 17 mei is er, als het doorgaat, het centraal examen. Scoren is een programma op de computer waar elke leerling een code voor heeft. Dit programma biedt maatwerk aan en laat de leerling oefenen op gebied waar hij of zij beter in kan worden. Oriëntatie, werken en leren. Dit is het profielwerkstuk waar de leerlingen ook een presentatie over houden. En dit wordt ook beoordeeld voor het vak Nederlands. Schrijf- en leesvaardigheid. Dit gaat over het schrijven van teksten. En tekstanalyse, oftewel leesvaardigheid. En kijk- en luistervaardigheid is ook een toets wat op het PTA staat. Fictie op impuls. We lezen het hele jaar door fictieboeken en aan het einde van het jaar heb je hier een literair mondeling over. Tussendoor oefenen we veel. We stellen vragen, beantwoorden elkaars vragen, we geven feedback en we krijgen feedback. De eindstreep op het centraal examen is er een onderdeel leesvaardigheid, oftewel tekstbegrip. Er is een onderdeel schrijfvaardigheid. Je moet een zakelijke e-mail of een zakelijke brief of een artikel schrijven. En er is nog een combinatie van lezen en schrijven. En dat noemen we de samenvattingsopdrachten. Meer informatie over het programma van toetsing en afsluiting en de oefeningen die we tussendoor doen, kun je terugvinden op It's Learning of je kunt mij een mail sturen.